Ik ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik allemaal nieuwe producten testen. Ik ga een leuke unboxing van Chiquelle doen. Ik ga mijn make-up doen, ik ga mijn haar doen. Ik ga lekker gezellig met jullie kletsen. En ik ga ook wat nieuwe kleding passen. Dus als je heel veel zin hebt in deze video, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. Veel kijkplezier! Oké, ik ga me in deze video dus helemaal klaarmaken. En daarbij wordt een heel leuk pakketje wat ik heb ontvangen. Namelijk van Bangerhead, als ik het goed uitspreek. Ik kende dit merk nog helemaal niet, maar ze hebben echt super fijne beauty producten. En ja, ze hebben dus een pakket naar mij opgestuurd met allemaal haardingen. En die ga ik dus allemaal testen en dan ga ik me opmaken. Me omkleden, gewoon echt helemaal klaarmaken. De video is niet gesponsord, ik heb het wel gekregen. Maar ik ga jullie dus even laten zien wat er allemaal in zit. Als eerst zit er een shampoo en een conditioner in. In echt twee hele grote flessen, echt super fijn. En het is dus voor droog haar. Nou, ik heb echt heel erg droog haar en het moet ook echt gewassen worden zoals je kan zien. Dus dat is echt top. En daarbij zit ook een conditioner met van die hele handige dingen dat je het zo kan doen. Dus die ga ik zo gebruiken als ik mijn haar ga wassen. Hij zit in allebei 500 milliliter. Dan zit er een heat protecting cream in. Dus dat is echt super fijn. Want daarna ga ik dus ook iets met mijn haar doen. Ik moet nog even kijken of ik het ga stylen of met de Dyson. Maar dan kan ik dus eerst deze heat protector gebruiken. Dan zit er nog een shapes shifter in. En daar kan je je haar mee stylen. Dus dat is deze. Ik vind het echt hele mooie verpakkingen. Het is heel erg gewoon clean. Heel mooi. Dus dat is dat. Dan zit er nog een haarborstel in. Dat is altijd echt top. En dit is echt zo'n hele fijne. Dit had ik nog helemaal niet. En dat is namelijk zo eentje. Zo'n hele zachte. Dus die gaan we ook proberen. Heel mooi zwart is die. Dan zit er een soort spray in om textuur in je haar te krijgen. Dus dat is ook heel fijn. Zeker als je de Dyson gaat gebruiken. Dus dat is die. Dan zit er een scrunchie in die goed is voor je haar. Dat is ook altijd echt top. Deze. Een hele mooie zwarte scrunchie. Dan zit er een kam in. Dit is echt top om je krullen mee uit te kammen. Dit had ik eigenlijk ook nog niet. Ik gebruik nu altijd mijn vingers. Oh, er is alleen eentje van afgebroken. Misschien in de doos gebeurd. Maar je kan hem alsnog wel gebruiken. Dus dat is deze kam. Dan zit er een repairing hair mask in. Dus dat is ook echt top. Die ga ik zo ook gebruiken onder de douche. En dan als laatste zitten er nog meer scrunchies in. Dus echt mega veel. En ik ga nu eerst even... Oh, dit is een hele grote. Eerst even douchen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, ik ga nu even douchen. En dan ga ik even de shampoo en de conditioner gebruiken. En het haarmasker. Oké, ik kom net uit de douche. En die shampoo en die conditioner en dat masker ruiken echt mega lekker. Want ik had natuurlijk nog niet geroken. Maar mijn haar voelde echt helemaal zacht onder de douche. Dus dat is echt top. En ik ga nu even zo'n... Oh, het ruikt nu nog steeds echt heel lekker. Ik denk dat ik die leave-in cream erin ga doen. Deze. Ruikt ook heel lekker. Ik breng altijd wel een beetje mijn producten op een beetje nat haar aan. En eigenlijk borstel ik het ook altijd als het nat is. Ik weet dat dat niet super goed is. Maar anders kom je er met mijn haar gewoon niet doorheen. Oké, ik laat het een heel klein beetje drogen en dan kom ik zo bij jullie terug. En dan gaan we de rest van mijn haar doen. Oké, mijn haar is ietsje droger, maar nog niet heel erg. Maar ik ga er heel even die heat protector in doen. Want dan kan ik straks mijn haar feunen. Maar ik ga zo eerst mijn make-up doen. Dus ik heb nu eigenlijk alle producten gebruikt. Zo. Het voelt wel echt fijn aan. Gewoon zacht, maar niet zo zacht dat je er niks meer mee kan. Dus ik ga mijn make-up nu doen en dan ga ik lekker met jullie kletsen. En dan ga ik daarna mijn haar feunen en ik ga wel even met proberen met de Dyson. Ik ben er niet super goed in, maar let's go! Ik heb nu nog mijn badjas aan, maar ik ga me heel even omkleden. Dus dat ga ik eerst doen voordat ik mijn make-up ga doen. Oké, ik heb even mijn haar geborsteld en ik heb even
dit bruine truitje aan. Ik draag de laatste tijd echt alleen maar beige en bruin. Maar ik ben echt ongelooflijk wit. Ik ga ondertussen ook lekker met jullie kletsen. Maar ik ga eerst even de Estée Lauder Daywear opdoen. En ik draag dit eigenlijk bijna elke dag. Het is en heel verzorgend. En er zit ook nog SPF 15 in. Dus dat is echt top. En het zorgt dus dat je een heel klein beetje zo'n tintje krijgt. Dus dan ben ik een klein beetje wat bruiner. Want dat heb ik wel echt nodig. Mijn handen zijn echt super droog. Dat kan je misschien hier ook wel zien. Dus let daar vooral niet op. Maar ik wilde het toch even zeggen. Want anders krijg ik er natuurlijk reacties over. In ieder geval gisteren heb ik mijn wimpers gedaan. Dus die zijn nu echt op het meest heftig moment. Maar ik ben er wel echt heel blij mee. En ik ga vanavond ga ik even wat leuks doen. Ik heb dus nu lekker vakantie, herfstvakantie. Dus dat is ook echt top. Deze video komt wel wat later online. Maar ja, ik had gewoon zin om zo'n video op te nemen. En het is dus nu vrijdag. En maandag ga ik weer werken. En ja, ik kreeg er best wel veel comments over. Omdat het opeens was van, oh, je bent opeens aan het werk. En dit en dat. En ik dacht dat ik best wel iedereen een beetje op de hoogte had gehouden. Maar dat was eigenlijk dus helemaal niet zo. Ondertussen even mijn foundation van Estée Lauder. Mijn make-up routine is niet echt veranderd. Ik gebruik echt al jaren dezelfde make-up. Maar ik wil dus nu met mijn verjaardag misschien even wat nieuwe make-up doen. Dus ik ga even kijken of ik voor mijn verjaardag wat nieuwe make-up ga kopen. Met Black Friday bijvoorbeeld. In ieder geval, ja. Ik ben dus voor de zomervakantie ben ik afgestudeerd op de PABO op de Leidse Hogeschool. En nu werk ik fulltime op een basisschool. En ja, dat doe ik dus gewoon 5 dagen per week. En ik heb dus mijn eigen klas. Ik was vorig jaar afgestudeerd bij het jonge kind. Dat betekent dat je bijvoorbeeld kleuters en groep 3 doet. Dus daar heb ik ja, echt mijn stage en zo afgerond. Maar met je diploma mag je gewoon overal werken. En ja, ik vond eigenlijk alles wel leuk. En ik dacht dat ik kleuters echt nog leuker vond. Maar nu heb ik dus groep 6. Want dat kwam gewoon zo uit. En ik wilde eigenlijk ook wel gewoon even wat anders proberen. Ik dacht, ik probeer het gewoon en dan kijk ik wat ik ervan vind. En ik vind groep 6 echt mega leuk. Dus dat is echt top. Ik moet even ondertussen dit even uitblenden. Want nou, ik heb eigenlijk nooit echt aan de bovenbouw gedacht. Dit is dan is groep 6 middenbouw of bovenbouw? Ertussenin, vind ik. Groep 7, 8 is meer bovenbouw. Nou, in ieder geval groep 6. Ik had er nooit echt helemaal aan gedacht. En toen kwam het gewoon zo uit. En wat ik dus heel leuk vind aan groep 6 is dat ze, ik vind ze niet te oud. Dat ze wel nog heel veel dingen leuk vinden. Maar ik vind ze ook niet te jong. Snap je wat ik bedoel? En wat echt bizar is. We zijn nu 9 weken bezig of zo. En dat je dan echt al zo'n hele erge band hebt met de kinderen. Vind ik echt zo mega leuk. En mijn klas is echt super lief. Want ja, je weet natuurlijk nooit als je voor het eerst begint. Hoe het dan gaat lopen. Maar ze zijn echt zo super lief. Dus dat is echt top. En gewoon een hele gezellige klas. We kunnen gewoon hard werken, maar ook gewoon hele leuke dingen doen. Dus dat is echt super. En het is gewoon heel raar om opeens je eigen klas te hebben. Het gaat dan opeens ook wel weer echt heel snel. Want op de PABO heb je natuurlijk wel al vanaf je eerste jaar stage gelopen. Dus ja, daar ben je wel al langer mee bezig. Alleen je hebt natuurlijk nooit echt een eigen klas gehad. En dan is het zo raar dat je dan nu bijvoorbeeld echt gewoon 5 dagen de juf bent. Dus, maar ik vind 5 dagen werken wel echt super fijn. Het heeft voordelen en nadelen. Nadeel is natuurlijk dat het wel gewoon echt veel is. 5 dagen werken. Maar het voordeel is gewoon echt dat die kinderen gewoon jou de hele week zien. Dus ze zijn alles van jou gewoon gewend. Ze weten wat je wil, wat je fijn vindt. En als je bijvoorbeeld een les hebt gedaan die dag daarvoor, dan kan je daar altijd een soort van, ja, van wat hebben we nou gisteren gedaan? En dat vind ik echt super fijn. Je bent helemaal op de hoogte van wat ze nou eigenlijk precies leren en weten. Dus ja, ik vind het echt top. Ik ben daar echt zo mega blij mee. Ja, ik denk wel dat ik volgend jaar weer iets van groep 6 zou willen. Als die kans er natuurlijk is. Want ik vind groep 6 echt een hele leuke leeftijd.
Ik ben even heel veel aan het contouren, want ik ben echt zo wit. Eigenlijk. Zo. Dus ja, daar ben ik echt zo blij mee. Want je weet natuurlijk nooit hoe dat gaat lopen. Dus met mijn werk gaat het echt mega goed. En ik heb ook een hele leuke school. Dus dat is ook heel erg fijn. En het is lekker dichtbij. Want misschien heb je mijn verhuisvlogs wel gezien. Maar ik heb dus nu een eigen huisje. En ja, mijn werk zit daar dus echt mega dichtbij. Je zou het zelfs kunnen lopen. Dat doe ik niet. Maar je kan het wel lopen. En wat er zo, ja, mijn huis heeft gewoon een eigen woonkamer, badkamer, keuken en slaapkamer. Ik zit nu dus in mijn slaapkamer. En het is niet heel groot hoor, het is iets van 35 vierkante meter. Maar het is dus wel gewoon echt top voor alleen. Ik zou zeker mijn verhuisvlog even kijken, want daar laat ik dus alles zien en hoe ik eraan kom. Want ik heb eigenlijk echt mega veel geluk gehad. Dit was het eerste huis waar ik op had gereageerd. En toen was ik hem gelijk geworden. Dus dat is echt bizar. En zo. Doe heel even wat lipbalsem op. Ja, dus daar heb ik wel echt heel veel geluk mee gehad. Dat ik hem gelijk ben geworden. En ja, ik woon er nu ongeveer 1,5 maand. 2 maanden. En ik wil echt niks anders meer. Het is echt zo fijn. Gewoon dat je alles lekker zelf kan kiezen en bepalen. En dat je gewoon zo lekker zelf alles kan kiezen en bepalen, vind ik gewoon echt top. En ja, het is een heel fijn plekje. En als je naar beneden loopt, zit je midden in de winkelstraat. Dus dat is ook echt super fijn. Dus ja, ik ben er echt mega blij mee. En ik heb gewoon dus mijn eigen huisje. En ik heb het dus helemaal zelf ingericht. En met mijn inrichting ben ik dus ook echt heel blij. Ondertussen breng ik even die hula bronzer aan. Ik heb dus alles een beetje beige, wit, crème, teddy, hout. En daardoor past ook alles bij elkaar. Dus alles in mijn huis is wel een beetje hetzelfde. Maar dat was juist ook wat ik heel graag wilde. Dus ik ben er echt onwijs blij mee. Ik heb nu ook net een nieuw dekbed. Een teddy dekbed. En ja, ik vind het gewoon het heel fijn dat je lekker gewoon een eigen plekje hebt. Want je werkt nu ook gewoon fulltime. Dus dan heb je die tijd voor jezelf ook gewoon wel echt nodig. Dus dat is echt top. Ik hoop niet dat het licht heel slecht is. Maar volgens mij valt het wel mee. Ik wilde eigenlijk mijn lamp neerzetten. Maar dan kan ik niet zo goed bij mijn make-up tafel. Ik ben dus laatst naar de kapper geweest. En mijn haar is echt zo blond. En ik vind het echt zo mooi. Alleen het is gewoon, elke keer als ik het zie is het gewoon weer wennen. Omdat het gewoon zo blond is. En ik ben nooit zo blond geweest. Ik ben van mezelf ook blond hoor, maar niet zo blond als dit. Nou, lekker veel bronzer erop. En ik heb vanavond heb ik een feestje, maar misschien doe ik dan wel mijn make-up opnieuw. Moet even kijken. Alleen ik ga straks even voor wat dingetjes, voor wat samenwerkingen, foto's en zo maken. Gewoon thuis hier zo en TikToks. En wat ook dan heel chill is, is dat die achtergrond is dan gewoon altijd mooi. Gewoon naar mijn smaak. Dus dan is het ook leuk om die content te maken. Dus dat is echt top. Dus ja, ik ben er echt zo blij mee. Ik had dus ook laatst wat nieuwe kwasten gekocht. Ik vind ze echt zo fijn. Ik gebruikte altijd al kwasten van Real Techniques. Alleen ze waren echt een beetje aan zijn einde. Dus nu heb ik weer nieuwe kwasten. Zo. Wat highlighter. Zo. En mijn wenkbrauwen, die doe ik de laatste tijd wel meer. Ik borstel ze echt helemaal omhoog. Mijn wenkbrauwharen zijn wel echt heel lang. Dan doe ik er een lijntje omheen. Dat zal ik even zo buiten beeld doen. En dan doe ik gewoon met een hele sterke wenkbrauwgel borstel ik ze helemaal omhoog. Dat vind ik dus eigenlijk het mooiste. En wat gewoon zo chill is aan die wimpers. En dat vind ik ook chill met fulltime werken. Is dat je gewoon eigenlijk zonder make-up de deur uit kan. Want ik zou eigenlijk zonder make-up, ja, ook best wel weggaan. Omdat je toch die wimpers hebt. Dus dat is echt fijn. Niet zoveel tijd hebt natuurlijk. Oké, mijn wenkbrauwen heb ik dan nu gewoon een beetje ingetekend. Dan borstel ik ze altijd nog eventjes dat je geen harde lijnen hebt. En dan doe ik even met een wenkbrauwgel omhoog zetten. Het kwam echt top uit, want ik woon dus echt naast een, ja, soort kerk. En dan hoor je echt mega hard elk uur dat ding. En die ging dus net. Dus dat hebben jullie als het goed is niet gehoord. Dus dat is top. En ja, verder gaat het eigenlijk dus best wel goed met mij.
Wat ik wel lastig vind aan fulltime werken is dat je natuurlijk zoveel minder tijd hebt voor andere dingen. En dingen zoals YouTube vind ik nog steeds heel erg leuk om te doen. Dus daar wil ik natuurlijk mee doorgaan. Maar je merkt ook bijvoorbeeld tijd met vriendinnen en zo. Je hebt er gewoon echt veel minder tijd voor. En dat vind ik wel echt heel lastig. Omdat je eigenlijk natuurlijk, je bent nog gewoon jong. Dus je wil gewoon veel dingen doen. En dat lukt dan niet. Dus dat is wel best wel lastig. Maar en door de week heb je daar gewoon ja, geen zin in. Je bent dan gewoon echt mega moe. Dus dan, en op vrijdagavond, ja, dan ben je al helemaal moe van de hele week werken. Dus dan heb je eigenlijk alleen zaterdag. Dus ja, dat is wel echt heel erg wennen opeens. Dat je veel minder tijd hebt. Ook even een lipglossje op, zo. Dus dat is gewoon bizar eigenlijk. Oké, mijn make-up zit erop. Gewoon een simpel lookje. Ik ga heel eventjes mijn spullen klaarzetten. En dan ga ik zo mijn haar doen. Dus dan ben ik zo bij jullie terug. Oké, mijn make-up is dus gedaan. En ik wil dus nu mijn haar gaan doen. Het is bijna droog. Mijn haar droogt echt mega snel. Alleen het licht is hier niet heel top. Hier hangen ook allemaal handdoeken. Maar ik heb even geen andere plek. Dus ik ga het hier doen. Oké, ik gebruik gewoon eerst even dit opzetstukje om het helemaal droog te maken. Ik ga vandaag niet echt krullen maken, want dat lukt toch nu niet. Oké, die borstel maakt het echt helemaal pluisvrij. Dat is echt top. Ik ga nu eventjes met die lange opzetstukken. Ga ik alleen een beetje zo de onderkant van mijn haar doen, want dat vind ik wel mooi. Laat ik het altijd even zo afkoelen. Nu is het echt natuurlijk nog mega heftig. Maar ik wil dus ook niet. Ja, ik wil gewoon een beetje een slag zoals hier. Dus dat is top. Oké, voor de oplettende kijker. Ik heb gordijnen. Eindelijk. En ik heb een pakketje van Chiquelle. En ze hebben echt mega veel Black Friday korting. Ga zeker een kijkje nemen. Ik heb ook wat items uitgezocht. En ze hebben zoveel korting. En ik ga jullie even mijn items laten zien. Oké, ik heb 4 items. Als eerste heb ik een topje. In deze blauwe kleur. Ik dacht heel leuk voor boven een leren broek. Bijvoorbeeld of voor boven een spijkerbroek. Oh, een zwarte broek maakt echt niet uit. Maar ik dacht heel erg leuk voor uitgaan of zo. En dat is namelijk dit topje. En ze hadden hem ook in het zwart en het wit. Maar ik vond deze kleur wel echt mega gaaf. Dus hij is een beetje off-shoulder. En dan heb je hem dus in deze kleuren. Ik heb hem in een one size. Ik vind hem echt mega leuk. Ik heb het blauwe topje aan en ik vind hem echt mega mooi. Ik heb nu mijn bandje hier even zo gedaan. Maar ik denk dat hij in het zwart ook echt heel leuk is. Maar ik vind hem in het blauw ook echt heel mooi. Dan heb ik een zwarte trui. En dit is een beetje een soort crop trui. En dan heeft hij van die hele leuke grote mouwen die je zo kan omslaan. Een beetje van die, ja, hoe noem je dat? Een beetje van die flared mouwen. Met een kleine V-hals. Ja, zwart zie je nooit zo goed. Maar ik vind hem echt heel erg leuk boven een spijkerbroek. En ook leuk dat het een keer wat een korter model is. Want meestal zijn truien zo groot. En dit is dus echt zo'n kort model. Heel cute. Oké, deze trui vind ik echt mega leuk. Ik vind die mouwen heel leuk. Die kan je dus ook nog zo een beetje omslaan. En hij is dus niet te kort. Want eigenlijk kan ik dit ook nog gewoon naar werk aan doen. Maar je kan hem dus ook gewoon wat korter maken. En dan heb je echt een hele andere trui. Dus ik vind hem echt super leuk. Oh, heel mooi. Dan heb ik een soort zwart uitgaanstopje. En hier zitten wel van die gaten op. Ja, je gaat het niet heel goed nu kunnen zien. Maar er zitten hier dus van die gaten. Hij is wel een beetje transparant. Dus ik dacht, je kan hem met een BH aan. Maar dat kan denk ik niet. Moet ik even passen. Deze heb ik in een maatje S. Heel erg mooi. Alleen het is een beetje jammer dat hij dus transparant is. Want dan kan je er denk ik geen BH onder. Maar dan moet ik even naar kijken. Oké, dit is het zwarte topje. Hij schijnt in ieder geval minder door dan ik had verwacht. En ik vind dit wel mooi. En dat andere gat zit dus net een beetje vervelend hier. Dus dan zie je het niet. Zo. Dus de gaten zitten net een beetje gek. Ik vind het idee van het topje wel heel leuk. Maar ik weet niet zo goed wat ik hiervan vind. En als laatste nog een trui in een groene kleur.
Volgens mij is het dezelfde als die andere. Oh nee, dit is een andere trui. Oh, ook heel leuk. Ook met een soort V-hals. En ik vind deze kleur dus altijd heel erg leuk bij mij staan. Ik heb het nu ook aan. En dat is dus deze trui. Oké, deze kleur vind ik echt mega leuk. Ik vind de trui ook leuk omdat hij gewoon aansluit. En dan maakt die kraag ook heel mooi. Je kan dit ook nog eventueel een beetje zo in je broek doen. Maar ik vind het echt een hele mooie trui. Hier ben ik echt super blij mee. Heel cute. Ik ga alles eventjes passen. Deze heb ik ook in een maatje XSS. Maar neem vooral even een kijkje. Want ze hebben dus echt mega veel korting. Heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je de video leuk vond. En dan zie ik je heel snel weer bij een nieuwe video. Doei doei!